Welkom, dames en heren. Dit is niet zomaar een normale survival-serie. Dit is een hele aparte serie. En ik zal jullie uitleggen waarom dit is mijn huis. En het is de bedoeling dat ik mijn eigen wereld maak in Minecraft door middel van taakverdelingen. Dit zijn mijn taken. De mensenclub, een toren maken, een boekje lezen, ontwerp huis 2. Nou ja, je ziet het na het intro. Alles is mogelijk. In de wereld van de Beanstalk. Dit is mijn keukentje waarin allerlei lekkernijtjes staan in de kist. Kijk eens. En hier is de boekenplank met een aantal leuke verzamelitems in deze kist. Yes. En wie hoor ik daar? Het is Clarabel, mijn lievelingskoe en die ik net zo behandel als elk huisdier. Hallo Clarabel, hoe is het vandaag? Heerlijk. Ja, hoi schat. En dit is inderdaad nog steeds mijn kapotte televisie. Ik ga hem gewoon ooit een keer wegdoen, want ik heb er gewoon niks aan. Er moet ooit een monteur komen of een reparateur die dit... Ha, laat maar zitten. We gaan eens kijken, wat hebben we allemaal? Mensenclub, we beginnen maar met de mensenclub. Want we hebben namelijk weer een e-mail gekregen van een van jullie beste vrienden. Dit is de mensenclub en heb jij een mooi of super idee, een foto, een artwork of een mailtje, dan kan je een plekje winnen. Ik moet nog steeds dit bordje trouwens even updaten, want hij heeft door 1.7.5, omdat het de 1.8 wereld is, heeft hij hier van die bordjes, van die haakjes voorgezet uit het niets. Dus nooit een 1.8 wereld laden in de 1.7.5 map, of versie van Minecraft, zo. Maar eens even kijken, wie hebben wij gekozen? Ik pak een sign. Huppakee. Wie hebben wij gekozen? Tromgeroffel, die krijgt een plekje hier achterin. Tada! Nicole en Henry. En die hebben alleen maar als onderwerp gezegd het idee, en ik vond hem zo fantastisch. Jullie begonnen maken een uitkijktoren om monsters mee te bekijken. Ik vond die zo fantastisch. Vorige keer hadden we best wel, ja, die monsters, hè? Dat was geen pretje. Ja, ik ga je hier neerzetten. Nicole, moment. De oplossing voor de monsters. Voor de boze monsters. Monsters. Toren. Vriend. Zo gewoon vriend Nicole. Ja, ik weet niet of Nicole en Henry. Er zijn twee mensen, dus ik kan niet vriend Tico en vriend Henry doen. Maar jullie staan hierbij, de oplossing voor de boze monsters, toren. We gaan de toren maken. Daarom stond het ook op de tweede taakverdeling. Dus wat wij nodig hebben is misschien dat we wel iets van cobblestone gaan maken. Ik vind dat wel een leuk idee. Een cobblestone. Hebben wij nog cobblestone of zit ik alles te verbranden hier? Nog 6 en hier? 5. Oh jeetje hoor, ik heb zoveel cobblestone veranderd in steen. Nou, de steenplaats een keer. Hebben we nog cobblestone over? Nee, we hebben heel weinig. Ik denk dat ik maar even moet gaan pickaxen. Ik moet mijn pickaxes gaan pakken. Bloemetje, huppakee. Hallo, Clarabel. Lekker in het huisje wat ik voor je heb gemaakt. Ik weet nog steeds niet waar de koe is. Ik weet het echt niet. Sorry. Of nou, het varkentje. Excuus. Goed dat je het zegt, Clarabel. Hé, nog steeds een vleermuis. Waar is mijn gat ergens? Waar? Oh, hier zo. Ik dacht dat ik hem kwijt was. We gaan even wat cobblestone verzamelen. En dat doen we natuurlijk... Ja, dat doen we eigenlijk met een versnelling. Zo, we hebben nu al genoeg cobblestone verzameld. Ik geloof dat ik wel 3 stacks bijna heb. Dus dat moet voor deze keer genoeg zijn. Ik heb hier wat zaadjes nog, maar ik heb geen kip. Ik heb alleen Clarabel en het vark. Ik snap nog steeds waar dat vark is. Ik snap er echt helemaal geen zak van. Ja, waar gaan we een plek? Oh, het wordt donker. Ik ga slapen. Ik heb zoveel gegraven dat ik gewoon moe ben geworden van al dat hakken in de mijn. Huppakee. Ah, zo een heerlijke nieuwe warme dag. En wat hebben wij? We hebben steen. We kunnen wel wat steen gaan pakken voor de zekerheid. Dat goud, dat moeten we even smelten. Dus dat ga ik eens even hier in de... magnetron wou ik zeggen, maar dat is niet... Nee, dat heet geen magnetron. En we gaan die toren maken. Ik denk een beetje in de buurt. Wat nou als we hem hier gaan maken? Ik vind dit een heel leuk, mooi plekje. Zo. Zo. Ik hoop dat jullie dit ook een beetje een goed idee vinden. Nou ja, Henry en Nicole die hebben dit idee ingestuurd. Dus, ik heb wat verkeerd gedaan. Moment. Deze hoort niet daar. Hij hoort hier zo te staan.
En ik pak steen. Waarom pak ik steen? Dit moet dicht. En dit wordt het toren-idee. Is dat een goed idee? Hey, ik vind het een goed idee. Hier kom je binnen. En hier maken we dan binnenin maken we een trap. En we gaan kijken hoe ver we kunnen komen. En hoe hoog. Want ja, hoe hoger hoe beter. Maar mensen weten nu wel dat ik eigenlijk als ik naar beneden val, dat ik eigenlijk steeds meer leven eraf krijg hoe verder ik naar boven kom. Dus ik zou eigenlijk een deurtrappetje moeten maken aan de buitenkant. Maar ik ben gevaarlijk bezig. En nou ja, het is wel een beetje stunterig. Ik denk dat ik gewoon via de bomen ga... Ja, toch mezelf laat vallen via de bomen. Dat is het beste, denk ik. Hoe ver kunnen wij komen met eigenlijk 4 stacks? Ik ben heel benieuwd. Want ja, dit was echt een heel goed idee. Ik dacht van, ja, dat sloeg wel aan op de vorige aflevering. Omdat we natuurlijk... Ja, die monsters zaten elke keer brachten ons in een benauwde positie. En ik schrik mij elke keer te pletten door die baby-zombies. Het lijkt net alsof Minecraft 1.8 meer... Och, ik maak wel veel fouten, zeg. Van Minecraft-zombies bevat. Dus, maar we krijgen nu wel... Ja, dit is wel echt een heel goed idee. Want we krijgen nu wel veel meer zicht over het hele terrein. Want we leven natuurlijk... Oh, kijk nou, we zitten op de laatste stack cobblestone. Oh jee. Nou, dit gaat best snel natuurlijk. Want we hebben natuurlijk 12 blokjes. Tel ik dat goed? 3 keer 4? 12 blokjes per keer. Dus we kunnen maar... Ja, misschien nog 2 keer omhoog. Als ik het goed heb geteld. Nee, oh, nu hebben we nog 22 blokjes over. Oh, oké. Er komen net 2 blokjes tekort dadelijk. Maar... Kijk, 2 blokjes. We gaan weer heel voorzichtig naar beneden. Oeh, au! Yes! Nou, dit ziet er goed uit. Althans, ja, het ziet er redelijk uit. Ik plaats hier een boompje. Ja. Nou goed, we moeten ook een trappetje maken. Misschien kunnen we dat van steen. Maken we stone slabs. Ik hoor een zombie. Waar zit een zombie? Hallo? Zombie? Ah. Maak slabs. Kijk eens. Ik weet niet hoeveel we moeten maken. Maar ik maak gewoon een stuk of 36. Op zich kan ik er nog een paar maken, denk ik. Oh. Oh, ik hoor een zombie. Goed dat we even die soort van toren maken, hè. Ik ga nu een trappetje maken. Waar zit die zombie? Weg, mooi. Dat is heel mooi. Er moet nog een grond in. Nou, ik heb hout bij me, dus dan gaan we dat gelijk doen. Houten vloer. Zo. Een houten vloerke is wat we krijgen. Een houten vloerke vind ik zo fijn. We moeten ook een pad maken natuurlijk naar deze toren. Dus ik graaf het gelijk ook uit. God, Vincent, maak toch niet zo van die fouten! Zo. Ik ga er geen jump map van maken, hoor. Dat vind ik zo... Nee, dat vind ik niet handig. Hebben we steen? Ja, ik heb steen meegenomen. Mooi zo, Vince. Kijk. En hier ga je naar de toren. En we gaan nu van stone slabs ga ik maken. Zo. Dit is een beetje het idee, hè? Ja, eigenlijk best wel logisch op zich. Zo. En zo maken we een zigzaggend trappetje naar helemaal naar boven. En ik denk dat ik in het midden zo'n paal neerzet, zodat je niet naar beneden kan vallen. Ik denk dat wel een heel handig idee is. Zo. Kijk eens. Dit gaat lekker zo. Dit gaat best wel hoog nog, hè? Moet je kijken. Ik hou nog wat slabs over. Zo. Zo, kijk eens. En dan maak ik hier van hout, maken we denk ik maar even die in het midden. Let op. Zo, kunnen we niet naar beneden vallen. Is makkelijk. Dan ziet het er ook nog een beetje redelijk uit. Hoppakee. Nou, dat ziet er goed uit. Ik heb nog een blokje trouwens cobblestone. Hihi. We gaan nog meer cobblestone halen, want we gaan kijken hoe hoog we hem gaan doen. We gaan natuurlijk ook raampjes maken. Dus laten we dat later pas doen als we een beetje een ik kan het ook nu gewoon doen. Kijk, ik maak gewoon gaten in de zijkanten zo. Dan kan ik tenminste door die gaatjes heen kijken. Het ziet er vanaf de buitenkant en leuker uit. En ja, het is natuurlijk wat gevarieerd zo. Maar eens kijken waar we uitkomen. Zo, al deze gaten maken. Zo, daar nog een. Oh, prima. Dit ziet er goed uit. Kijk eens. Oh, dat is gaaf. En dan heb je precies ja, je mooie trappetjes, je mooie raampjes erin. Super tof. Nou, dat ziet er al redelijk uit. We hebben een torentje gemaakt. Volgende keer gaan we verder met het torentje. We gaan naar de volgende taakverdeling. Want we hebben natuurlijk nog meer taakverdelingen. Ik gooi de slabs erin. En de cobblestone.
We gaan eens kijken. Wat hebben we nog meer? Boekje lezen. Hé, hey, dat is nieuw, dames en heren. We gaan een boekje lezen. En wat zit er in het boekje? Een gedichtenbundel. Zien we dat? Gedichtenbundel. Ik ben benieuwd. Ik ga hem openklappen. Wat staat erin? Helemaal niks. Oh, ik krijg hier een gedichtje. Het heet Ademloos. Toen jij nog kon lopen, hield ik je in een bakje. Maar nu ben je dood, zomaar een takje. Ah, dat is zo lief. En ik heb nog een laatste gedichtenbundel voor jullie. Van zijn 8 voetjes verkocht hij er 4. Nu wandelen ze samen, de spin en de pier. Ah, mooi hè, mooie gedichtjes. Nog eentje dan. Oké, in deze gedichtenbundel. Een wijs man zei eens, spreken is liegen. Maar niemand geloofde wat hij zei. De man dacht dat hij begrepen werd. Hij zweeg en hij was blij. Oh, nou dat is toch wel goed afgekomen met die vent. De laatste. Ontwerphuis 2. Oh, we gaan wel veel bouwen in één keer in deze aflevering. Ik ga daarom eventjes kijken. Hebben we nog meer hout? Hebben wij hout? Ik wil een houthuisje maken. Van oakwood planks. We hebben niet zo heel veel. Maar misschien kunnen wij een beginontwerpje maken. Wat ik ook had verteld in... Nou, de toren ziet er al leuk uit. Een ontwerpje maken voor een huisje. En het leek me leuk om dat huisje hier te plaatsen. Dus ik ga eens kijken. Hebben we een schepje? We hebben geen schepje, verdikken me. Nu moet ik die grond helemaal gelijk maken. Maar dat gaan we natuurlijk weer even skippen. Zo, ik heb een klein beetje grond hebben geklaard. We gaan even een ontwerpje maken voor een huisje. Plop. Zo, dit is dan de deurpost. En hier komt dan een raampje hier. Zo'n beetje een langwerpig raampje wil ik. Dat vind ik wel gezellig. Zo. En we gaan een vormpje maken. Hoe zou dat huisje eruit moeten zien? Nou, hier een hoekje. Daar een hoekje. Dan laten we hem zo naar achter gaan. En ik weet niet wat voor huisje dit wordt. Maar misschien wil Roey erin wonen. Of als er binnenkort misschien wel iemand langskomt. We weten nog niet wie er gaat komen natuurlijk naar deze wereld. Dat is altijd wel spannend, hè? Hoppakee. Misschien wel leuk om even een beginnende deur erin te bouwen voordat we verder gaan. En hier hebben wij... Oh, die steen heb ik gedumpt, hè? Oh, ik heb die steen maar meegenomen. We gaan alleen de steen nog halen. En ik zie... Ja, ik weet het, mensen. Ik heb honger en ik moet eten. En dat is veel beter voor me. Ik weet het. Maar ik ga pas eten als ik deze taak af heb. Even kijken. Wat kunnen we nog meer doen? Ik wil nog wel een stone slapje meenemen. We kunnen nog wel wat leuks mee doen. En eens even kijken. Wat hebben we nog meer? Stone zwaard hebben we niet nodig. Ik heb hier een deur. Een oak door. Oké, die neem ik mee. Dan gaan we daarna lekker eten. Ik beloof het jullie. Kijk, in die toren zet ik misschien ook nog even een deurtje in. Kijk eens. En de laatste deur bewaak ik voor dit. Oh, er moet natuurlijk een vloertje in. Dat gaan we met deze stone doen. En dan nog even een... Huppakee. En dan plaatsen we hier de deur op. Voilà, dit is het huisje. Plaatsen hier de... Oh, chips. Wat was dat? Was dat een heel enge... Dat was een heel enge ambiancegeluid. Een ambiance. Een ambiance. Ik weet niet of we het een vierkant huisje moeten maken. Ik weet niet of dat er mooi uitziet. Maar dit wordt in ieder geval wel beginontwerp. En waar zouden we de vloer van kunnen maken? Ook van planken? Lastig dit. Heel lastig pakket. Want ik heb natuurlijk ook stone. Dat ziet er misschien ook wel gaaf uit als we een stenen grondje hebben. Dus het is een heel lastige keuze. Misschien birchwood ziet er ook leuk uit. Nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat die birchwood misschien... hebben we wel wat lichter hout, hè? Misschien nog mooier dit. Kijk, ik denk dat ik dit ga gebruiken. Kijk eens, wat een mooi vloertje. Dit ziet er leuk uit, dit vloertje. We hebben niet zoveel birchwood, dus we moeten sowieso wel birchwood gaan vinden. Nou, dit wordt het ontwerp. Ik hoop dat je het leuk vinden. We gaan terug om wat te eten, want ik moet echt eten. Hallo? Ben jij... Nee, je bent het niet, hè? Nee. Ik weet het niet. Er is een varkentje kwijt. Ik dacht dat jij het was. Sorry, excuus. Ik zeg al niks meer. Ach. Goed zo. Loop me niet achterna. Ik weet sowieso, als die me niet achterna loopt... Waarschijnlijk kent hij me dan niet en is het hem ook gewoon niet. Misschien is het wel opgegeten door die spinnen. Ik weet het niet. Maar met die toren zouden we dus meer informatie kunnen vinden over de omgeving. En meer over, monsters waar die zitten. Ach. Ik moet eten. Een stukje taart. En dan gaan we ook nog eens even kijken. Wat zullen we doen? Een lekker stukje cooked chicken. Oh, heerlijk. Oh, ik vind dat heerlijk. Zo. Apart. Ik heb zaadjes en ik heb chicken.
ik ga slapen. En ja, nou, dit was de aflevering voor deze keer. Ik hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. Volgende keer hebben we weer nieuwe taken. Vergeet niet een e-mailtje te sturen met jouw idee naar de Mensenclub. En wie weet gaan we jouw idee uitvoeren. Maar de volgende keer gaan we zeker weten die toren verder bouwen. Want daar heb ik echt mega veel zin in. Dus tot de volgende keer. Doei doei!